De granaten die zijn gebruikt om een aanslag te plegen op het gerechtsgebouw aan de Monsignor Wulfingstraat zijn niet uit de huidige voorraad van het Nationaal Leger, zei defensieminister Krishna Kumari Mathura vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw merkt op dat het onderzoek reeds bijna is afgerond. Er is een speciaal onderzoekscommissie die bezig is, dus ik kan over de resultaten van het onderzoek kan ik heel weinig zeggen, niks eigenlijk. Wat ik alleen kan zeggen is dat wij intern bij het leger het onderzoek hebben afgerond. En het staat vast en het is ook vastgelegd in PV's dat alle granaten die er bij ons waren, RPG-granaten, die zijn in place, die zijn veilig op hun plek. Dus uit dat bestand is niks kwijt, dus het komt niet uit ons huidig bestand. Het is wel bevestigd dat het inderdaad de drie die gevonden waren uit een bestand van het leger kwamen. Maar het is uit een bestand dat verstrekt was en dat gestolen was, kennelijk. Of eerder ergens. Mathura zegt verder dat er los van de negatieve zaken die zich binnen de gemeenschap voordoen, er een heleboel positieve ontwikkelingen plaatsvinden binnen de defensieorganisatie. In de kwestie van de lopende rechtszaak tegen de Vereniging Rechtspositie Militairen, VRM, is er nu rust in de tent, zegt Mathura. De Vereniging Rechtspositie Militairen. Nou, wij hadden een rechtszaak aangespannen om de acties te doen stoppen die aangekondigd waren door de VRM. Het is ook gestopt. De rechtszaak is nog pending. We moeten nog een besluit nemen of we die rechtszaak zullen laten doorgaan of niet. Daar heb ik advies gevraagd, dus ik krijg dat advies. Maar met de VRM hebben we weer aan tafel gezeten. Er zijn weer afspraken gemaakt. De advocaten van beide partijen waren er. De advocaat van de VRM was mevrouw Serena Essek. De advocaat van onze kant waren meester Kraag en Sucharan. Dus er zijn afspraken gemaakt. En ja, we houden ons aan de afspraken. Dus op dit moment is er rust, gelukkig ook. Inmiddels heeft een andere vakgroep zich aangemeld. De minister stelt verder dat de nieuwe vakorganisatie die zich nu heeft aangediend niet legitiem is. De vakbond is nu bezig zich te organiseren. Mathura zegt dat er naar een gesprek is gevraagd en dat er nu wordt overwogen als hij om de tafel gaat met de vakbond.